Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 april. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net al even wat voorbereidingen getroffen voor de LipKit video van de Zeeman. Dus dat is ook wel fijn. Dus ja, dat vlot dan wel weer. Ik heb gisteravond naar de slechtste chauffeur van Nederland zitten kijken. En ik heb er eigenlijk een beetje met open mond naar zitten kijken. Want ik kijk eigenlijk dit programma altijd en ik weet dat er mensen zijn die slecht kunnen rijden, maar dit was wel het uiterste, want er zat zelfs een jongen bij van 18 die een paar maanden zijn rijbewijs had en zat nu al in dit programma. En gewoon, weet je, zich niet aan de snelheden houden. En ik denk op zich ook wel dat dat misschien bij jongeren hoort, ja, een jongen van 18 die wil racen, maar die had letterlijk, nadat hij 3 uur zijn rijbewijs had, of twee of drie uur zijn rijbewijs had, had hij al een boete binnen voor te hard rijden, voor 30 kilometer te hard. Toen dacht ik wel, nou, dan zullen ze zich ook nog wel eens achter de oren krabben dat jij je rijbewijs hebt mogen halen, want ja, je kunt bij een examinator heel netjes gaan rijden, maar als je het naar je eigen rijstijl met te hard rijden gaat doen, oppikt, dan wordt dat natuurlijk niet zo heel erg veel. Dus dat vond ik wel een beetje bijzonder. Maar goed. Ik heb daarna eigenlijk niet echt meer wat gekeken. Ik ben eventjes gaan gamen. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 1 nieuwe maken. Want dat was niet helemaal goed gelukt. Toen ben ik de serie weer op Netflix gaan kijken. Dit is echt wel een hele goede serie. Ja, het spreekt mij wel aan. Ik zit er al wel lekker in, dus dat is wel leuk. En daarna nog eventjes Videoland. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen in bed. Ik had een brief gekregen van de Belastingdienst. De verhuurder heeft zeg maar gegevens opgevraagd om te kijken of ze de huurprijs weer kunnen gaan verhogen per 1 juli. Maar ik had er echt nog nooit een brief over gehad. Dus dat is echt nieuw dat ik nu een brief kreeg dat dat was gedaan. Dus ik dacht, nou oké, ik zal het wel afwachten. Ik zou binnenkort wel weer een brief van de verhuurder krijgen. Met de huurprijs die dan al of wel of niet verhoogd is. Maar goed. Dus nou ja, dat eigenlijk. Ik ga zometeen eventjes muziek aanzetten. Want ik ga aan de gang. Ik ga eventjes de paaspulletjes weer opruimen. Vond het wel heel gezellig staan. Maar nu is het natuurlijk ook alweer tijd om het op te ruimen. En ik ben toch ook wel weer heel erg blij dat mijn fase dit jaar heeft overleefd. Want ik vind het toch altijd wel spannend met de katten. Of dat je spullen het overleven. Maar het is goed gegaan. Dus die ga ik zo weer eventjes netjes opbergen. Dus dan ga ik jullie even bij meenemen. Dan ga ik even verder het huis doen. En dan ga ik denk ik nog even wat knutselen of zo. Dus ik ga wel eventjes kijken. Dus ja, dat is voor nu de planning. Dus ik moet even een handwas aanzetten. En dan ga ik eventjes aan de gang. Dus tijd om eventjes muziek aan te zetten. En ga met die banaan zou ik zeggen.
Nou, de paaspulletjes zijn weer opgeruimd, dus alles staat weer zoals het stond. Ik heb deze nog wel even laten hangen. Ik moet nog in een doosje, maar ik moet een groter doosje hebben. Maar het kunnen ook natuurlijk gewoon eitjes zijn van een vogel. Dus misschien laat ik hem nog even hangen. Maar dit in ieder geval is weer netjes. Daar is alles weg. Dus ja, het is op zich nu wel weer lekker. Zo. Zo. Dat was wel weer lekker. Wat ik al zei, het paasdoosje is een beetje te klein. Dus ik moet even een groter doosje hebben, dat alles er netjes in kan. Maar voor nu is het allemaal in ieder geval weer netjes. Ik heb nu ook het idee dat alles ook weer schoner is. Want ik had toch het idee dat de vloer een beetje vet was geworden naar het fondue en zo. Dus die heb ik lekker weer gedweld. En nou ja, nu is de geur ruik je nu ook totaal niet meer hoor. Rook je maandag al niet echt meer. Maar gewoon, ja, omdat ik ook alles alweer schoon heb, zeg maar. Tafelkleed en zo. Dus dat is wel lekker. Maar het was wel lekker om er even alles te doen. Ik heb het eigenlijk niet meer in mijn bullet journal gewerkt. Want ik was iets later klaar dan ik dacht, omdat het allemaal iets uitliep. Maar dat geeft niks. Andere keer weer verder. Maar ik ben in ieder geval wel weer blij dat alles nu lekker zo staat. Zo, ja, als ik het graag heb. Dus dat is ook wel weer, geeft ook wel weer rust. En ja, ik vind het ook wel weer gewoon veilig dat alles nu netjes weer boven in een doos zit. En ja, het niet meer kapot gegooid kan worden eventueel. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Er begint vanavond ook nog een nieuwe serie op NPO 1. Dag en nacht. Die heb ik even opgenomen. Dat lijkt me wel leuk. Ik heb even de slechtste chauffeur opgenomen. En ik ga dan vanavond weer even tegen Rijkstraat arm kijken. Misschien daarna wel even de slechtste chauffeur. Want ik vond het gisteren toch wel heel interessant. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik denk dat ik nog even mijn spel ga doen. En ja, ik ga daarna gewoon mijn blogpost schrijven. Ik moet er nog even één nieuwe foto van maken. Dan ga ik de vlog inplannen. Daar moet ik nog een thumbnail van maken. Ik heb ook alles al klaar voor morgen. Ik heb al kleren gepakt. En de flessen zijn naar beneden die ik in wil leveren. Dus dat is allemaal ook prima. Nou, als ik alle werkzaamheden voor blog en YouTube klaar heb, ga ik even lekker verder met de Netflix-serie. Oh, die nagellak, jongens. Die ziet er zo uit. Kijk eens. Ik weet niet. Kijk, hij ziet er heel lelijk uit. Ja, vooral hier zo. Deze is ook heel lelijk. Dus morgen gaat het er ook af. Het ziet er echt niet meer uit. Dus, en daarna ga ik nog even Videoland kijken. En dan ga ik lekker mijn boek lezen en slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. De handwas is bijna klaar. Dus die kan nog even weggewerkt worden. En dan is dat ook weer klaar. Ik had ook even de kleedjes van de katten erbij gedaan. Is ook wel lekker als dat allemaal weer fris is. Dus, maar in ieder geval ben ik weer blij met een fris en schoon huis. Althans, woonkamer. Want de slaapkamer komt vrijdag nog. Maar goed, ik ga relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 13 april. Nou, ik ben al een tijdje geleden klaargemaakt, want ik ben dus al bij de winkel geweest. Ik ging al op tijd boodschappen doen. Dat is allemaal wel gelukt, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik greep veel mis vandaag. Gelukkig moest ik dan nog naar andere winkels toe, dus dat was dan op zich nog wel te doen. Maar het begon eigenlijk al bij de Plus. Ik dacht, voor maandag heb ik nog wel eten. Ik heb nog kipfilet in de vriezer. Ga ik gewoon kipfilet maken. Moet ik alleen even een zakje kipkruiden hebben. Want die had ik de vorige keer niet. Kom ik bij het kruidenvak. Alles op. Ik dacht. Hè. Bah. Vervelend. Nou. Ik moest gelukkig nog naar de Boni toe. Nou. Toen kwam ik bij de Lidl. En toen dacht ik. Oh. Ik kan wel even een pompoenpitbroodje meenemen. Want ja. Ik ben nu op tijd met boodschappen doen. Dus ik denk. Als ik dan thuis kom. Ik moet eventjes naar de keuken lopen. Want er loopt iemand heel vervelend te doen. Mickey. Ja, ik ga het weggooien. Ik raak helemaal van mijn apropos. Hij is zo vervelend de laatste dagen. Ik gooi nu die deur even dicht. Goed, ik was bij het verhaal van het pompoenpitbroodje. Ik dacht dus, het pompoenpitbroodje, die ga ik dan lekker meenemen. Als ik dan thuis kom, heb ik lekker zo'n broodje. Nou, ik kom die winkel in. Ik kon ze eerst helemaal niet vinden. Vak leeg. Ik dacht, oké, dat is wel heel jammer. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik gewoon, als ik dan alle boodschappen heb verzameld, ga ik net voor het afrekenen, ga ik nog eventjes naar het broodjesvak toe. Want ik rook wel dat ze broodjes aan het bakken waren. Nou, toen kwam ik bij het kattenvoervak, want ik heb nu tegenwoordig het zachte voer van de Lidl. Die vinden de katten gewoon heel lekker. Maar die is gewoon al een paar weken leeg, dat hele vak. Gewoon niet, hè? Toen dacht ik echt, oh, nog steeds niet. Ja, daar baal ik van, want mijn katten zijn best wel kieskeurig. Ze zijn wat dat betreft net als ik. Ik ben dat ook best wel. Ja, en als hun dat heel lekker vinden, dan koop je dat met alle liefde voor ze. Maar ja, als het er niet is, dan kun je er niet zo heel veel aan doen.
Dus nou ja, toen dacht ik dus net voordat ik ging afrekenen nog eventjes langs de broodjes. Nou, niet aangevuld. Nou, toen was er een gedoe met boontjes. Want ik dacht, ik haal de boontjes bij de Lidl. Want ik had in de folder gezien 1,50 voor een zak. Ik dacht, oh, dat is wel lekker goedkoop. Ja. En toen scande die uiteindelijk de gewone prijs die ook op het bordje stond. Zo keek ik nog eens even in dat foldertje. Staat er echt zo heel klein aan de zijkant. Ja, de actie loopt tot en met woensdag. Ik haat dat, weet je wel. Van die actie, van die driedaagse acties. Ik denk, nou, dat kunnen ze ook wel even iets groter in neerzetten. Maar goed, dat zal vast zijn omdat mensen dan lekker om de tuin geleid worden. Dat mensen denken, ik heb lekker goedkoop wonen. Gebeurt uiteindelijk niet. Dat was allemaal een beetje een nadeel. Goed, ik heb alles verder eens bij de Boni kunnen halen. Toen heb ik bij de Boni een sozijse broodje geschept. Die was ook wel heel lekker hoor. Die heb ik lekker op. Die had ik lekker even in de oven gedaan. Weet tegenwoordig hoe de oven ook een beetje werkt. Dat is ook wel heel fijn. Het was ook heel lang geleden dat ik een sozijse broodje had. Volgens mij was het de laatste keer samen met mijn moeder. Dus dat is wel heel lang geleden, want dat was juli. Maar goed. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat vond ik echt een super mooie aflevering. Echt heel lief. Het arme gezin, twee hele leuke, moeder en dochter, twee leuke mensen. Dat rijke gezin, ook zo'n leuk gezin. Helemaal niet over de top doen. En ze hadden een hele leuke week gehad, ondanks dat ze heel weinig budget hadden. Echt super leuk. Toen kregen ze uiteindelijk die arme mensen ook nog een vakantie aangeboden van die mensen. All inclusive naar Griekenland. Ja, super lief. Daarna heb ik even de slechtste chauffeur van Nederland gekeken. Dat was ook wel weer bijzonder om te zien. Toen heb ik eventjes mijn thumbnail gemaakt voor mijn vlog. En toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Toen heb ik mijn serie aangezet op Netflix. Maar die bleek best wel lang te duren. Dus toen dacht ik, oké, ik heb een klein stukje. Dat kijk ik dan vandaag nog even af. Voordat ik met de nieuwe aflevering begin. En toen heb ik nog even Videoland gekeken. Ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Dan ga ik lekker opruimen. Dan ga ik hier nog even wat rommelen. Want ja, ik heb de middag voor mezelf. Dus dat is verder prima. Dus ik zal even de tassen erbij pakken. Zo, ik zit er klaar voor. Ik heb een beetje een loopneus, maar dat komt goed. Nou ja, het kattenvoer. Dus gekocht bij de Boni. Ik heb voor zondag lekker spareribs. En ik heb de classics. Ik moet wel zeggen, ik zat wel heel erg te twijfelen. Want spareribs zijn best wel duur. Voor zo'n doos betaal je €7,29. Dus ik dacht, oeh, dat is eigenlijk best wel heel veel geld. Maar aan de andere kant dacht ik ook, nou ja, weet je, ik heb het al zo lang niet gegeten. Ik vind het ook wel een keertje lekker. Dus ik heb zo'n doos spareribs gekocht. Dan heb ik zeezout gekocht, hele grove, want ik heb dus een hele leuke molen voor zout. Maar die had ik eigenlijk nog niet gevuld. Het is eigenlijk ook wel grappig, want het is eigenlijk dus, hier staat dus ook een plaatje. Kijk, en daar zou je deze dus mee kunnen hervullen, maar ik heb dus een zoutmolen. Dus dit is heel grof zout. Want ik proef de laatste tijd het zout niet meer zo in mijn eten. Ik proef het bijvoorbeeld op mijn patat niet meer, maar ook niet in mijn groenten. Dus ik dacht, misschien gaat dit beter. Chocomel. Nou ja, dan heb ik dus wel de bonen. Maar goed, die waren dus nu uiteindelijk gewoon de eigen prijs. De spekjes. Ik heb dus nu een blikje Energy. Hier staat dus inderdaad nu op zo'n statiegeld logo. Dus daar moet ik even kijken. Staat dit erop? Ja, ik vind het echt belachelijk hoor. Ik ben er helemaal geen fan van. Maar nou ja, goed. Dan weet ik in ieder geval dat ik die ook lekker kan gaan verzamelen. Dat vind ik zo vies. Dan moet je al die blikjes gaan verzamelen. Nee, ik vind dat helemaal niks. En ik heb trouwens ook geen speciale automaat gezien. Ik weet niet of ze in de gewone automaat kunnen. Want ik hoorde van mijn moeder bij een supermarkt bij haar. Die had echt een speciale automaat voor blikjes. Nou goed, dat zal wel. Medicijnen. Cola. Even een flesje. Dan heb ik het leuke jurkje die ik in blauw had gekocht ook nog in het rood meegenomen. Ik vond het toch wel heel leuk. Dus deze in het rood. Ik vond het wel leuk. Ja, ik ben toch altijd wel een fan van jurkjes en zo. Even kijken. Dan hebben we ook de bakboter maar weer meegenomen. Ik twijfel dan altijd, weet je wel. Dan schiet hij alweer een beetje op. Dan denk ik, heb ik nog genoeg? Nou, ik neem hem maar weer mee. Dan hebben we hier toetjes. De aardappeltjes.
Deze was bij de plus, nu 2 euro. Zo'n grote fles Ajax. Ik heb de eucalyptus genomen. Ik gebruik dit altijd met schoonmaken. En ik vond 2 euro best wel een goede prijs. Dan had ik er laatst eentje gekocht bij de Woni. Maar dat geeft niet. Dan heb ik in ieder geval ook weer 1 fles staan. Een broccoli voor maandag. Slaapvinkjes. Dan heb ik 2 pakjes met frikandellen, want die waren bij de plus nu 1 euro. En deze vind ik het allerlekkerste. Ik heb een pakje met vochtig toiletpapier. Vind ik ook altijd fijn om te hebben. Een zakje patat. Het beschuit was 1 euro bij de plus. En toen dacht ik, oké, ik ga toch nog een dingetje meenemen. Dat betekent wel dat ik nu 2... dingetjes heb staan, maar dat geeft niet. Want het gaat niet oversturen. Ik eet het sowieso minimaal 2 keer in de week. Dus dan is het wel lekker als ik gewoon heb staan. En normaal is die best wel wat duurder. Dus ik vond dit een goede prijs. Dan heb ik sanitair zakjes gekocht. En dit was een tip van mijn moeder. Ik merk dus, als ik in het emmertje in het toilet heb ik dan dus... doe ik nu van die... pedaalemmerzakken, maar eigenlijk zijn die veel te groot. Mijn moeder zegt, ze hebben van die speciale sanitaire zakjes. Het is wel een maat M, het is 10 liter, maar daar kan in ieder geval, dan zit die wat mooier. En dan heeft het niet zo'n overlapping. En wat ik ook hoop is dat die dus ook in het bakje op aardigd kan voor de pets. En het laatste wat ik dan heb, dat zijn dus, het was nu 2 voor... 1 per 1 graag, of 2 voor de prijs van 1. Ik zal even kijken, ik heb hier de boven de bon van Boni. Even kijken hoor. Ze zijn normaal 1,46 per stuk en er ging 1,92 af. Dus nou, ik weet niet meer precies wat het heeft gekost. Maar in ieder geval, dus ik heb een zakje voor de gehaktmaar gekocht. En dus voor de kip, moet ik zeggen. Ik vind de verstegen kruiden wel heel lekker. Dit heb ik allemaal weer gehaald. Ik ga even lekker opruimen, stofzuigen. En dan ga ik eens eventjes lekker wat doen. Misschien ga ik even wat voorzien. Dus dat komt helemaal goed. Dus tijd om even lekker op te ruimen. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mat. Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Zo, dat was wel even lekker jongens. Ik heb wel eventjes lekker even aan de gang geweest. Ik heb even wat dingetjes gedaan die ik graag wil doen. Dus dat is allemaal lekker klaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Net weer even wat medicijndoosjes weggegooid. Want ik streep altijd eventjes mijn naam en adres door. Want ook al wordt het op één grote hoop gegooid, dat gaat mensen natuurlijk niks aan. Dat heb ik allemaal weer eventjes weggedaan. Dat is ook altijd wel weer fijn. Het was wel een lekker middagje, alleen ja, de katten die wilden nu heel vroeg eten, want die dachten nu al dat het veel later was, omdat ik normaal gesproken als ik thuis kom, krijgen ze altijd gelijk eten. Maar ja, vandaag was het veel te vroeg, dus dat gingen ze nog niet krijgen. Maar het was wel eventjes even fijn, eventjes wel relaxed of zo. Ik moet wel zeggen, ik heb echt super slecht geslapen, omdat ik dus echt gewoon niet in slaap kon komen. Toen was ik al heel vroeg wakker, dus dat was niet zo fijn, dus dat merk je dan wel een beetje. En ik had trouwens van even jullie een reactie, die vertelde mij dat nu voor tweede keer op rij haar reactie is verwijderd. Ik weet niet wat de richtlijnen van YouTube zijn omtrent reacties. Heel soms is het zo inderdaad dat YouTube een reactie eruit gooit.
Ik heb het ook wel eens gehad, dan zag ik een melding binnenkomen van een nieuwe reactie. En dan wilde ik die reactie lezen en beantwoorden. En ik kon die reactie niet meer vinden. Omdat blijkbaar YouTube het al heeft verwijderd. Ik weet wel dat ze heel streng zijn met het delen van linkjes. Dus stel dat je een linkje in een reactie zet, is het heel vaak zo dat dat weer verwijderd wordt. Ik weet niet dus hoe dat precies zit. Maar ze zijn met editen ook heel streng. Want als... ik heb toen bijvoorbeeld een keertje gehad met het voetbal toen Nederlands elftal moest met het WK. Toen werd mijn video gewoon geweigerd. Die was gewoon niet online gekomen omdat dat stukje erin zat. En daar zijn ze dan heel streng op. Het heeft ook allemaal te maken met de auteursrechten en zo. Dus daar moet je altijd heel veel rekening mee houden. Want eerder gebruikte ik ook heel vaak covers van liedjes in mijn video's. Maar ja, daar krijg je dus auteurclaim op. Dus dat is gewoon heel onhandig. Dus tegenwoordig gebruik ik ook gewoon de YouTube-bibliotheek. Maar ik weet dus niet precies hoe dat zit met YouTube. Maar ik weet dat ze er streng op zijn. Dus dat wilde ik nog even kwijt. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Ik ben zat. Ik zie wel allemaal haar weer op de bank. Maar ja, ik heb al stof gezogen. Morgen maar weer een dag hoor. Ik heb geen zin meer. Dan ga ik straks lekker douchen en deze nagellak eraf halen. Oh ja, ik heb een beetje pen op mijn hand. Ik heb net door zitten krassen. Blijkbaar heb ik op mijn hand gezeten. Maar kijk eens even hoe dit er allemaal uitziet. Het is verschrikkelijk. Dat gaat straks lekker af. Lekker douchen, eten. Vanavond ga ik eventjes het roer om. Hoe is het nu met kijken? En ik denk even, help mijn man is klussen. En nog eventjes een game doen. Ga ik mijn foto's bewerken. Ga ik eventjes dat deeltje van mijn Netflix-serie afkijken. En ook weer een nieuwe aflevering, want hij is wel heel spannend. Ga ik nog even Videoland kijken. En dan ga ik lekker verder met mijn boek. Want ik had gisteren, was het zo spannend. En ik wilde hem eigenlijk nog niet wegleggen. Maar ik dacht, nee, hij moet nu echt weggelegd worden. Want ik moet slapen. Maar dat lukte dus niet. Maar ik had er moeite mee. Dus zin om daar vanavond mee verder te gaan. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Of ik ga ook niks meer doen dan even lekker in de relaxstand. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 14 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net eventjes de Zeeman video afgemaakt met de lipkits. Dus dat is top. Nou, gisteravond. Ik heb eigenlijk een beetje een dubbele avond gehad. En ik zal even uitleggen hoe dat komt. Op zich begon het eigenlijk allemaal best wel lekker. Na het eten maken had ik, heb ik zelfs de keuken nog weer een beetje schoongemaakt. Het ging eigenlijk allemaal heel erg fijn. Dus daar was ik heel erg blij mee. Toen heb ik lekker koffie gedronken, goede tijden gekeken. Toen ging ik het roer om kijken hoe is het nu met. Vind ik zelf altijd wel heel interessant hoe het dan met die mensen is. Van hoe staan ze er nu voor. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel heel fijn. Toen, wat ik wel trouwens merk bij dit soort programma's, is dat ze het dan nog steeds wel naar de zin hebben, maar vaak wel hun, dat ze dan toch wel vaak zeggen, ja, we moeten toch nog wel het spaargeld soms gebruiken. En dan denk ik van, ja, dat spaargeld is een keer op. En als je natuurlijk niet kunt sparen, dan ja, wordt dat niet meer aangevuld. Maar het was op zich wel heel leuk om naar te kijken. Toen ben ik Help mijn man is klussen gaan kijken en even gaan gamen. Ik moet zeggen, dit vond ik een hele pittige uitzending. Ik vond dit de ergste uitzending of de pittigste uitzending die ik gezien heb dit seizoen. Het was namelijk een hele jonge jongen, 26 jaar, had een huis gekocht. Superleuk, super blij mee. Maar dat huis eigenlijk was van een oude persoon geweest, dus hij vond het niet fantastisch hoe het eruit zag. Dus hij is dat huis compleet gaan strippen. Wat erin resulteerde dat echt alles kaal was. Hij had geen keuken. Zijn bed stond er wel, maar het was allemaal... Hij had ook niet echt een slaapkamer. Hij had ook geen kledingkast, want zijn kleding lag gewoon op de grond. Woonkamer was ook gewoon... Nee, er was gewoon niks af. En hij zei ook gewoon, ja ik kan koken, ik kan slapen, ik kan douchen, dus het is prima. Alleen, het was op een gegeven moment, omdat er dus niks af was, maakte zijn familie zich best wel zorgen. En hij... Hij sloot zich ook wat af voor de familie en toen hebben ze hem dus opgegeven. Eigenlijk kwam de titel Help mijn man is klussen nu niet tot z'n recht, want hij had verder geen partner, maar dat maakt niet uit. Dus John schrok ook wel toen hij daar binnenkwam en op een gegeven moment heeft hij buiten een gesprekje met hem en oh, hij zat op zijn motor. Oh, is dat jouw motor? Ja. Ja, doet hij het ook nog? Nee, hij deed niet meer en kan het nog gerepareerd worden? Jawel, dat kon wel, maar er was heel veel geld. Nou, John zegt, ik ga wel kijken of ik iets kan regelen, in ieder geval qua hulp met je financiën. Want uiteindelijk kwam het er dus toch uit dat hij financieel eigenlijk niet de middelen had om dit huis af te maken.
Omdat hij ook zei van ja, elk beetje geld wat ik overhoud gaat naar de verbouwing. Maar zijn buffer was gewoon op. Dus ja, of dit afkomt, dat weet je niet. Ze waren wel met heel veel mensen natuurlijk bezig nu in dat huis, meer dan normaal. Maar ja, goed, weet je, hun doen in die paar dagen wat ze kunnen doen. En de rest is toch wel echt voor jezelf. Dus ik ben wel heel benieuwd naar het eindresultaat. Dat heb ik nog niet gezien. Nou, toen zou ik mijn foto's gaan bewerken. En toen begon eigenlijk de ellende een beetje. Ja, ik ga het wel vertellen, maar ik ga niet in details treden. Mocht je dit ook absoluut niet interessant vinden, spoel het alsjeblieft door. Ik ben normaal ook er helemaal niet van om dit te vertellen, maar ik heb er toch wel heel veel last van gehad. Ik moest naar het toilet toe en het lukte niet. Dat was eigenlijk de conclusie. En dat resuleerde in heel veel pijn, want ik kreeg heel veel buikpijn. En omdat je dus kwijt wil wat in je zit, ga je daar wat meer je best voor doen. En dat lukt niet. Dus dat resulteerde weer in heel veel pijn onder in mijn rug. En dat trok door naar mijn zij. En letterlijk door de pijn kon ik niet meer zitten op de bank. Ik kon alleen maar een beetje hangen. Dus ik heb een kruik gemaakt en die moest ik een beetje verdelen. Want die moest tegen mijn rug aan en mijn zij. Maar hij moest ook tegen mijn buik aan. En daardoor kon ik eigenlijk mijn foto's gewoon niet doen. Op een gegeven moment, omdat ik ook eigenlijk gewoon niet meer kon zitten op de bank, heb ik mijn kussen van de slaapkamer gepakt. Daar ben ik tegenaan gaan zitten. Dat ging op zich wel. En uiteindelijk kon ik gelukkig wel naar het toilet toe. Dus toen was ik het wel kwijt en toen was de buikpijn, die zakte al meteen. Die rug, die was gelukkig inmiddels de pijn wel wat gezakt door de kruik. Ik merk nog steeds wel dat ik daar heel veel pijn heb gehad, want het doet nog steeds lichtelijk pijn. Dus ik doe een beetje rustig aan, maar dat was even minder. Waardoor ik dus voor mijn blog gewoon bijna niks heb gedaan. Want ik heb maar 2,5 foto bewerkt, terwijl ik normaal gewoon in korte tijd veel kan doen. Maar goed, ik ben wel lekker mijn serie gaan kijken op Netflix en daarna nog even Videoland. Toen ben ik lekker naar bed gegaan met mijn kruik, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ja, dat was even de domper op de avond dat even niet lukte. Dus daar moet ik vanavond even hard aan trekken dus. Goed, ik ga eventjes mijn slaapkamer lekker doen. Die is toe aan een schoonmaakbeurt, dus dat ga ik nu eventjes lekker doen. Ik ga stofzuigen, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Maar dat was in ieder geval even de update over gisteravond. De slaapkamer is weer lekker schoon. Heerlijk weer een schoon bed. Kan ik altijd wel weer van genieten hoor. Vind ik altijd zo fijn. Dus ja, dat is wel heel lekker. Die is weer lekker fris. Dus kan ik vanavond weer lekker in slapen. Wel lekker om alles weer even aan de kant gehad te hebben. Dus ja, het is altijd wel weer even een klusje. Maar ik vind ook altijd, ben altijd daarna wel weer heel dankbaar als ik het klaar heb ofzo. Omdat ik er gewoon heel fijn vind. Kijk, ik moest stijgertje een pilletje geven. Zie je het? Krijg je 2 krabben. Ze doen nu geen zeer meer, maar ze zullen wel nog misschien wat opzetten. Want ik vond het wel even heftig hoor. Ik dacht, waarom krap je? Maar ze heeft wel hele scherpe nagels. En
Ja, ik denk niet dat ik dat zelf durf te knippen of zo. Ze hebben in ieder geval net lekker eten gehad, dus dat is weer fijn. En ja, verder was het eigenlijk gewoon een ja, prima middagje zo. Ik nog wat lichte pijn, maar ik kon eigenlijk weer vrij goed bewegen. Ik merkte ook, sporten ging op zich ook wel goed. Dus nou ja, laat ik hopen dat het niet weer voorkomt. Ja, en als het echt een voorkomend probleem blijft dat ik hier vaker last van ga hebben, dan zal ik wel een keer naar de dokter gaan. Maar ik had ook het gevoel alsof ik heel opgeblazen was en dat heb ik nu ook niet meer. Dus dat is wel heel, heel lekker. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Dan ga ik vanavond weer lekker Flikken Maastricht kijken. Daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. Daar verheug ik me elke vrijdag weer op. Maar dat duurt altijd zo kort, hè. Je bent er altijd zo doorheen. Dan ga ik daarna dus even Help Mijn Man Is Klusser afkijken. Ik denk nog wel even gamen. Dan ga ik even die foto's afmaken. En dan mijn video in elkaar zetten. En dan ga ik daarna weer lekker mijn serie kijken op Netflix. Hij is echt wel heel, ja, heel goed. Hij is wel echt heel spannend. Dus wat dat betreft wel weer een goede keuze. Maestro in Blue kijk ik dus. En daarna ga ik even Hockeyvaders kijken. Dus dat wordt het dan ook. Ja, ik ga jullie ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ik merk wel dat ik nu weer wat meer mijn rug voel. Dus misschien dat ik vanavond nog wel weer even tegen mijn kussen aan ga zitten. En ja, dat ik toch nog wel even dat kruikje meeneem. In ieder geval dat echt alle pijn eruit is. Maar goed, dat is iets wat ik vanavond wel ga zien. Voor nu zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 15 april. Ik ben klaargemaakt. Nou, gisteren kwam er een bericht binnen van Nathalie. Die appte ineens van... er is een bandlid van de Script overleden. En zij is groot fan van deze band. En ik vroeg ook wat dingen van hoe oud was hij dan. En toen bleek hij in de 40 te zijn. En wat doet hij dan voor deze band? Hij bleek ook wel te zingen. En volgens mij speelde hij ook een instrument. En nou ja, dat soort dingen. Ik heb zelf nooit zo'n beeld gehad bij deze band. Ik dacht altijd dat het mannen waren van in de 30. Maar ik ben ook niet zo bekend met hun muziek. Weet je, af en toe hoor je een keer een nummer. En dan denk je, oh, wie zingt dat? Je gooit even Shazam eroverheen. En nou ja, je hoort dan wie dat nummer zingt. En dan dacht je niet, oh, de Script. Nou, vind ik leuk. Maar ik ken deze mannen verder niet. Ik had niet eens een beeld bij hoe deze mannen eruit zagen. Maar zij is er dus groot fan van. Dus ik zei op een gegeven moment ook, ik zal vanavond opletten bij Shownieuws. Toen had ze nog gevraagd of ik dat kon filmen. Maar uiteindelijk had mijn moeder het opgenomen. Omdat natuurlijk de kwaliteit van het filmen met je telefoon op een tv waar tekst bij zit niet al te best is. Je moet je hand ook heel steady houden. Maar uiteindelijk hebben ze bij Shownieuws helemaal niks over gezegd. Dat me wel verbaasde, eerlijk gezegd. Hij was wel ziek, maar het was een kort ziekbed geweest. Maar goed, misschien vanavond nog in Boulevard. Want het werd na Boulevard bekendgemaakt. Mijn eerste reactie was ook, is het geen fake nieuws? Omdat dat zie je ook steeds vaker, hè? Fake berichten. Maar dat was niet zo. Het was wel een echt bericht, want de Script had het zelf ook bekendgemaakt. Maar ja, dat is wel heftig. Ik denk voor de fans wel heel erg, hè? Je weet ook niet hoe het verloop weer verder gaat voor zo'n band. Dus dat was wel pittig. Ik heb gisteravond lekker weer Flikken Maastricht gekeken. Dat was weer echt fantastisch. Ik heb er weer van genoten. Dat vond ik echt heel fijn. Ik had wel weer snel door hoe de vork in de steel zat. Maar geef niet. Het was wel een hele mooie uitzending. Ik heb daarna even Help Mijn Man Is Klusser af zitten kijken. Uiteindelijk het resultaat hartstikke mooi geworden. Waar ik me wel heel erg over verbaasde is dat die jongen ook letterlijk zei, ik betaal 16 euro voor mijn stroom en gas. Toen zei die man ook wel die met hem mee ging kijken naar zijn uitgaves van, nou, daar moeten we dan toch maar eens even naar gaan kijken, want dat is niet goed. Want als je al die maanden te weinig hebt betaald, dan krijg je een flinke jaarafrekening. En ik weet ook niet of dat dit opgenomen is voordat de prijzen hoog werden of daarna. Dus dat was me ook niet helemaal duidelijk. Maar dat was wel heel weinig. Uiteindelijk denk ik best wel dat het goed komt. Hij wilde nu ook wel meer hulp accepteren. Hij had nu ook met vrienden en familie had hij in 2 weken de keuken klaargekregen. Natuurlijk, kleine dingetje moesten nog wel, maar het zag er in ieder geval leefbaar uit. Dus dat was heel fijn. Ik heb nog even een game gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Toen heb ik lekker mijn Netflix-serie gekeken en weer Hockeyvaders. En toen ben ik in een nieuw boek gestart, wat ook heel fijn was. Ik kreeg trouwens al hele leuke reacties ook op de shoplog. Er was trouwens een vraag die mij gesteld werd. Ik heb die al wel beantwoord in de comments. Maar ik dacht, ik kan hem in de vlog ook nog wel even behandelen. Misschien zijn er meer mensen die hier vragen over hebben. De vraag was of ik nooit meer mijn lenzen draag.
Als je mij vanaf het begin af aan hebt gevolgd, weet je dat ik in het begin vaak lenzen droeg. Klopt, ik heb momenteel eigenlijk nooit de lenzen meer in. En dat heeft natuurlijk een reden. Ik heb last van chronisch droge ogen. En dat houdt in dat mijn ogen van zichzelf niet genoeg traanvocht aanmaken. Ze hebben dat toen der tijd getest door een soort van vloeipapiertje in het oog te leggen. En ja, eigenlijk wil je oog dat natuurlijk afstoten. En als een oog normaal is, ga je daar dus van tranen. En wordt zo'n papiertje gewoon helemaal doorweekt. Maar bij mij gebeurde dat dus niet. En aan de hand daarvan hebben ze gezegd, je hebt daar last van. Ik heb ook wel kunsttranen. Maar omdat ik dus te weinig traanvocht heb, willen die lenzen niet echt lekker in het oog drijven, weet je wel. Ze blijven niet echt vochtig. Ik heb wel speciale lenzen, maar het wil gewoon niet echt zo makkelijk. Je ziet soms mensen die doen zo'n lens in als ze opstaan en die doen hem echt voordat ze gaan slapen het oog uit. Nou, dat red ik sowieso niet. Echt een paar uurtjes is voor mij de max. Ik wil het wel weer meer proberen op te pakken, ook omdat ik heb nog met Nathalie besproken om iets te gaan doen samen met Lente. Maar daar ga ik nog niks over zeggen, want ik weet nog verder niks. Eerst maar even afwachten dat de baby geboren wordt. En dat ze alles op de rit hebben met twee kindjes. En dat ze goed weer geneest van zo'n bevalling en dat soort dingen. Maar goed, dan zou het ook wel fijn zijn als ik de lens in kan. Omdat je dan al richting de zomer gaat. En dan wil je ook vaak je zonnebril op. En ik heb nog altijd geen zonnebril op sterkte. Die ik nog steeds een keer zou moeten kopen. Maar elke keer doe ik het dan toch weer niet. Maar goed, dat is dus eigenlijk de reden dat ik bijna nooit lenzen draag. Moet ik zeggen, als ik in huis ben, vind ik het ook wel prima of zo. Om de lenzen niet in te hebben, dan vind ik de bril ook wel fijn. En zoals met tv kijken of achter de computer vind ik lenzen echt niet fijn. Want dan ga ik staren en dan worden die ogen alleen maar droger. Dat was eventjes wat ik wilde beantwoorden. Ik heb nog een keukenkastje schoongemaakt. En ik heb de zoutmolen, die heb ik gevuld. En dat ga ik jullie eventjes laten zien. En ik zal eventjes laten zien de jurken als ik die aan heb. Want er was mij gevraagd of ik de jurken die ik had gekocht even wilde showen. Dus dat ga ik even doen. Dan kunnen ze ook in de handwas. En dan ga ik even boven aan de gang. Want daar is het natuurlijk heel veel troep. En daar wil ik weer eventjes lekker mee verder. Dus dat is voor nu even de planning. Oké, dit is de blauwe jurk. Zit heel leuk, vind ik zelf. Leuke lengte ook. Hij heeft dus knoopjes, dus je kunt hem knopen. En je hebt hier dus deze strik. Dus hij zit echt super, ja, super leuk. Dus ja, die vind ik al heel erg leuk. Je kunt hem niet hoger knopen dan dit. Dus dit is wel de max. Maar ja, dat is wel super leuk. Dus die staat al heel leuk. Zal ik even die rode aantrekken. Dus je weet hoe die staat. Maar zo, ik vind hem echt super leuk staan. Heel blij mee. En dit is de rode variant. Deze zit iets korter dan de andere. Heeft ook een driekwarts mouwtje. Kun je verder niet knopen, maar zit wel heel leuk. Je kunt hem natuurlijk nog wat meer vorm geven door er bijvoorbeeld een leuk riempje overheen aan te doen. Maar ik vind hem wel heel leuk te uitzien. Dus staat wel heel leuk. Ik zou dit wel met een legging dragen trouwens. Of in ieder geval een kort broekje eronder. Want ja, dit voelt niet heel comfortabel zo anders. Maar omdat ik het gewoon, ja, ik vind het toch wel fijn om er iets onderaan te hebben. Maar ik vind hem ook wel heel erg leuk staan. Dus dat is dan ook de rode variant. Dan hebben jullie in ieder geval allebei de varianten eventjes gezien. Nou, ik heb dus nog één keukenkastje en dat is deze. Dit is ook wel een beetje een rommelkast. Hier zitten nog kranten in. Die ga ik nu ook even leeghalen en eventjes opnieuw indelen en schoonmaken. Kijk, hier zo liggen wat plastic spullen. Die laat ik wel staan, want dit zijn wel handige dingen als Lent een keer komt. Ik heb bijvoorbeeld ook van die plastic bakjes. Kijk, die heb ik dan hier. Maar die zijn ook wel heel handig. Gewoon als zij een keer komt, dat je bijvoorbeeld een keer wat van die meisvingers of zo in kan doen. Dus die laat ik wel staan. Maar er kunnen denk ik ook wel wat dingen uit die eventueel naar boven kunnen. Dus ik ga gewoon even kijken hoe ik het een beetje kan herindelen. Was misschien handiger geweest met mandjes, maar die heb ik nu niet. Dus dat komt wel goed. Dus ik ga dit gewoon even leeg trekken nu.
asje is klaar. Ik vind het een stuk beter. Ik heb nu hier ook de bakjes staan. En ja, dat is echt allemaal een stuk beter. Zo. Het is nog steeds wel vol. Maar ja, beter dan dit wordt het niet. Nu kan mijn fles er ook gewoon mooi in. Nu kan mijn andere beker die ik van mijn moeder heb gehad, kan er ook nog bij met het rietje. Want die heb ik gebruikt. Die moet ik even afwassen. Dus dat is een stuk beter zo. En alles lekker zo bij de hand. Ja, ik vind het zelf heel overzichtelijk dan dat het was. Ik kan me voorstellen dat jullie denken van, nou, ik vind het bijvoorbeeld nog heel vol. Maar ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee zo. Dus dit is top. Nou, en deze is dus nu ook gevuld. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat gaat werken. Er zit als goed dus ook licht in. Maar ik heb nu natuurlijk een drukseltje erop. Dus die kan je eraf halen. Dus dat ga ik maar eens even proberen vanavond. Het ziet er gezellig uit. Past wel weer leuk bij de roze keuken zo. Ik heb dus zo'n sanitair zakje hier in dit bakje gestopt voor de koffiepads. En dat werkt dus heel goed, want deze is vrij kort. Ik moet hem wel nog even goed langs de rand, want ik heb hem gisteren wel afgewassen. Maar ik zie toch dat de randjes nog niet helemaal schoon zijn. Dus dat moet ik nog wel even doen. Maar ja, dit past dus perfect. Dus dat is wel heel erg handig. Zo, ik ben best wel lekker bezig geweest, al zeg ik het zelf. Ik ben boven eigenlijk best wel wat meer opgeschoten. Ik moet gewoon binnenkort even de stofzuiger mee naar boven pakken. Dat is ook wel prettig. Dan kan ik even goed stofzuigen. Dan kan ik ook weer even lekker goed dweilen. Maar ik heb toch wel weer het een en ander kunnen doen, wat fijn is. Ik moet alleen wel echt even de oude papiertas legen en de tas met plastic afval. Dus dat moet ik eigenlijk wel eventjes doen. Maar de oude papierkliko zit al redelijk vol. Dus dan moet ik eigenlijk gewoon even stampen dat het erbij kan. Want dan kan die einde van de maand weer aan de weg. Want ik ben het dus vorige maand vergeten. Maar dat was ook een beetje stom, want die melding kwam pas echt de volgende dag binnen. Van, vergeet u niet om het oude papier aan de weg te zetten? Ik denk, ja, dat is dan al te laat, want dan zijn ze al geweest. Maar ja, ik ben wel weer wat meer opgeschoten. Dus dat is op zich wel fijn. Het is nog steeds niet wat het wezen moet. Maar langzaam, maar zeker, komt er wel wat meer schot in de zaak. Dus dat is wel heel fijn. Net hij heeft het kruidenpotje bijgevuld voor de kip. Daar moet nog wel even een stickertje op. Dus hij rookt heel lekker. Dus ik ben wel heel benieuwd maandag om die te gaan proeven. Ik heb nog even in mijn blog en YouTube boek gewerkt. Maar er was niet zo heel veel met bij te werken. Want ik ben er redelijk bij. Dus nou, dat was ook wel fijn. Die zoutmolen, die heb ik natuurlijk al gebruikt. Want ik had dit donderdag allemaal al gedaan. Ik moet echt zeggen, het is echt een hele fijne zoutmolen. Want je hoeft hem dus niet te draaien. Je moet bovenop de knop drukken en dan komt de zout er dus fijner uit. Dus dan heb je natuurlijk eerst dat grove zout en dan komt hij er fijner uit. Dus dat was echt heel fijn. Die zoutmolen heb ik bij de Lidl vandaan, die roze. Dus ja, ik vind hem echt ideaal, want je proeft gewoon nu veel beter het zout. Ook op je frietjes of op je aardappeltjes. En ook in de groenten proef je het beter. Dus dat was echt wel een heel goed idee. En eigenlijk is dat grove zout helemaal niet zo heel erg duur. Want volgens mij heb ik 1,30 euro betaald. En er gaat niet zo heel veel in die molen, dus je kunt er best lang mee doen. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik nog even Marble Mania kijken. Ik ken de jongens niet die meedoen. Maar op zich vind ik het spel op zich wel leuk om te zien. Even alles kunnen kijken. Nog wel even mijn restaurantgame doen. Dan ga ik de vlog al lekker mee beginnen. Vind ik altijd fijn. Ik ga wel even RTL Boulevard in de gaten houden. Ik kan straks nog even tegen mijn moeder zeggen van misschien kun je dat nog opnemen. Maar ik weet dus niet of het erin zit. Want ja, Nathie vond het natuurlijk wel interessant. Verder ga ik gewoon mijn Netflix-serie lekker kijken en even weer verder met hockeyvaders. Dus dat wordt ook wel weer leuk. En daarna ga ik weer lekker aan mijn boek beginnen, want het is zo'n leuk boek. Het gaat ook over dus weer meerdere mensen die een winkeltje hebben. Maar dit speelt zich dan in Nederland af, in Valkenburg. Maar goed, ik leg het natuurlijk later nog uit in weer een van de boekenvideo's. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen! Een hele goede middag. Het is vandaag zondag. Welke datum is het eigenlijk? Het is alweer 16 april. Ik zit nog heel eventjes lekker op de bank. Ik heb het wel een beetje koud. Het is niet zonnig, dus dat is op zich wel fijn. Ik vind het zo ongezellig, die zon in je huis elke keer. En dan vooral zeg maar rond een uurtje of zes. Dan heb je echt zo van, oh, die zon die komt zo echt zo, ja, je huis binnen. Dan schijnt die echt zo over de tafel heen. Vind ik heel vervelend. Ik heb gisteravond naar Marble Mania gekeken. Dat was op zich best wel grappig. Ik kende de jongens alleen niet die meededen. Maar nou ja, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Het was wel leuk om naar te kijken. Daarna heb ik gekeken naar de Alleskunner.
En dat was ook wel grappig. Ze hadden op een gegeven moment een opdracht. Moesten ze in zo'n ouderwetse boodschappenwagen. In mijn gedachtegang heette het een Febocar. Maar ik weet dus niet of dat ik er nu helemaal naast zit. Maar in ieder geval, er hingen dus geen prijskaartjes. En de opdracht was om voor €30 aan spullen daarin te slaan. Ze hadden allemaal een mandje gevuld en dan moesten ze uiteindelijk langs de kassa. Dat werd allemaal gescand. En dan, ja, om te kijken wie er dus gewoon goed zat. Maar er waren nog best wel veel jonge mensen. En die laden dus die mandjes vol, die dus ook gewoon nog bij hun ouders woonden. Dus eigenlijk helemaal niet echt een idee van prijzen hadden. Toen was er één meisje. Nou, die had er zoveel in zitten. Ook van die barbecue kolen en zo. Nou, die had wel voor in de €70. Nou, die moest uiteindelijk ook wel weg. Want die had dus echt het allermeeste aan producten gepakt. Maar oeh, het was best wel een pittige opdracht. En vooral natuurlijk als je zelf niet echt nog boodschappen doet. Ja, misschien dat die jongeren een keer gewoon naar de supermarkt gaan om wat lekkers te halen. Maar niet echt de normale boodschappen natuurlijk. Je ziet dan ook dat ze best wel veel bier en zo gaan inslaan. Ik heb de vlog in elkaar gezet. Ik heb nog even de restaurantgame gedaan. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna Hockeyvaders, maar er zijn ook maar 7 afleveringen van. Ik heb er al 4 gezien, dus het zijn er ook nog maar 3. Dus dat gaat alweer best wel hard. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik had net in de boom, zeg maar, die ik kan zien als ik bij het balkon sta, waren 2 duiven. En die waren elkaar een beetje aan het pesten. Die zaten dus, als de ene duif op de ene tak zat, wilde die andere duif er ook. En dan waren ze dus de hele tijd aan het flapperen met die vleugels. Heel, heel apart geluid. Net als bij mijn kat. Als de een op de kattenbak zit, moet die ander ook per se op die. Terwijl er gewoon 2 kattenbakken staan. Maar goed. Ik ga zo even stofzuigen en de groenten afhalen. Ik ga straks natuurlijk even foto's maken. Ajax is vanavond pas om 8 uur. Dus verder geen voetbal vanmiddag. Dus vanavond pas. Dus ja, gewoon eventjes lekker rustig verder. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes mijn dingen doen. Zo, ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Fixing Eyebrow Gel van het Kruidvatmerk. Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is. Het is hier een beetje donker. Dan heb ik een Overnight Lipmask van Essence. Vind ik altijd hele fijne producten dit. En de leuke trend editie, of de leuke limited editie van Catrice, namelijk de My Little Pony. Ik heb hier allereerst een stick. Dit is de. Ja, die is dus ook heel goed voor je gezicht. De prachtige highlighter. Het oogschaduwpaletten, waar ik gewoon helemaal weg van ben. En de 4 leuke nagellakjes. Over de My Little Pony collectie komt uiteraard een losse video online. Maar nu ga ik eerst dit even fotograferen, zodat alles er weer mooi op staat. Dus dat is nu even de planning. Zo, ik heb alles wel weer klaar, maar het was echt bijna niet te doen. De katten die waren dus zo vervelend, vooral Tijgertje. Die komt steeds in die fotostudio, steeds overal aan likken. Ik kon gewoon echt niet door. Ik moest ze elke keer aan de kant zetten. Dus ik vond het gewoon echt heel vervelend. Ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moest. Maar ja, oké, okay, ik heb het voor nu in ieder geval wel weer klaar. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee, want het was echt heel vervelend. Verder heb ik wel de groenten en zo klaar. Nog even wat kleine dingetjes gedaan. Maar ik vind het nu ook wel weer mooi geweest. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen en de camera op de oplader doen, want die is bijna leeg. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb spare ribs, dus dat is niet zo moeilijk. Die gaan gewoon de oven in. Nou, vanavond om 8 uur dus Ajax en ook Million Dollar Island begint. En misschien dat ik daar ook nog wel weer een stuk van ga kijken. Ik vond het vorig jaar wel interessant, dus even kijken of dat dit jaar ook weer leuk is. Verder moet ik foto's bewerken. Wil ik nog even de restaurantgame gaan doen en mijn nagels. Ik moest ze gisteren een beetje veilen, want er waren er heel veel slecht. Dus ik merk wel dat er hier en daar nog wat scherpe randjes zitten. Dus die moet ik nog even wegveilen. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer verder met Videoland. En dan lekker mijn boek lezen. Morgen komen ze van de ketel. Tussen 12 en 12:30. Dat vind ik altijd van die nare tijden. Dat je dan geen vast. Ideeën van hoe laat ze komen. Maar goed, het is niet anders. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 17 april. Ik ben al even klaargemaakt. Even geleden al klaargemaakt. Want ze kwamen vandaag voor de ketel. En ik word dan altijd een beetje onrustig. Konden komen tussen 12 en 4:30. Maar ze zijn inmiddels ook al geweest. Dus dat is fijn.
duurt zo'n 50 minuten. Dan wordt je ketel even helemaal nagekeken en zo. Maar was verder, ik had verder ook geen problemen met de ketel. Dus het was allemaal verder goed. Ja, omdat ik wilde gewoon mijn dingen doen vandaag. Dus ik wist niet zo goed hoe het dan zat. Want ik dacht, ja, weet je. Ik kan natuurlijk gewoon alvast beginnen met de gang en zo. Maar ja, omdat ik dat niet helemaal goed wist. Dacht ik van, ja. Dweilen lukt dan niet zo goed. Omdat je dan, ja, dan heb je kans dat ze... omdat ze toch vaak met werkschoenen binnenkomen. Dat je dan weer allemaal vlekken hebt op je vloer en zo. Maar het is allemaal wel weer klaar. Dus ik kan zo meteen met een gerust hart aan de gang. Dus dat is fijn. Gisteravond heb ik Ajax zitten kijken. Mooie wedstrijd. We hebben weer gewonnen met 3-1. Dus dat was wel weer fijn. Niks geks gebeurd of zo. De eerste wedstrijd is trouwens wel gestaakt. Van de week, vrijdag. Want ze hadden, er is nu een regel van de KNVB. Als er dus iets op het veld gegooid wordt, wordt de wedstrijd gestaakt. En dat is dus vrijdag ook al gebeurd bij de wedstrijd. Maar er was verder geen gekkigheden of zo. Ik heb lekkere sperrups op. Die waren ook heel lekker. Maar zometeen ga ik als een malle die bak legen. Want de katten zitten nu steeds bij de prullenbak waar die bordjes in zitten. Die zitten bij het GFT. En ze halen elke keer die bordjes eruit. Omdat ze dat denken. Er zit nog wel wat aan. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje vies. Dus dat ga ik zo lekker wegdoen. Ik heb ook Million Dollar Island gekeken. Ik las wel dat er niet zo'n hele vloeiende start weer was. Omdat er niet zo heel veel kijkcijfers waren. Ja, ik vond het op zich wel leuk. Maar er was wel gelijk heel veel ellende. En er werd ook niks gegund aan elkaar. Maar goed, op zich was het wel weer leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Ik vind ze zelf echt heel erg leuk. En dat is dus dit kleurtje van de My Little Pony collectie. Deze. En dit is de kleur. C01 Sweet Cotton Candy. Dus ja, ik vind hem zelf echt super leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Het is allemaal gelukt. Toen ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. Nog 2 afleveringen te gaan. Dus ook wel weer spannend en zo. Dus dat was wel heel leuk. Maar ik ben er nog steeds niet helemaal achter hoe het nou precies allemaal zit. Maar dat komt vanzelf goed. En toen ben ik nog eventjes lekker Videoland gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik nog even mijn boek gelezen. Die heb ik vanavond ook alweer uit. Dus verder allemaal prima. Ik ga zo de kattenbakken doen. En de gang en de douche. En ik moet nog even een was opvouwen. En ik zou nu ook even een was aan kunnen zetten. Want nu is de ketel al klaar. Dus ik dacht, ja, ik wil ook nog geen was aanzetten. Want voor hetzelfde geld... ja, ik wist natuurlijk niet hoe laat die persoon zou komen. Omdat ze tot 4:30 konden komen. Dus ik dacht, ja, het is gewoon een beetje vervelend als iemand dan in die keuken bezig is en die wasmachine staat aan. Maar goed, dat is nu allemaal gelukt, dus dat kan nu mooi. Dus ik ga eventjes aan de gang, dus ik ga lekker muziek aan doen en dan ga ik eventjes lekker, ja, lekker mijn dingen doen. Zo, ik ben weer lekker klaar met alles. En het was echt heel fijn om weer aan de gang te zijn. Gewoon weer lekker het idee dat alles schoon is. Zelfs mijn was is al klaar. Nou, dat is ook een wonder. En ik heb de kattenbakken heb ik onder de douche gezet. Dat klinkt heel raar. Ik zal even uitleggen wat ik gedaan heb. De kattenbakken die waren best wel vies. Nou zie je bij deze helaas alweer dat hij weer witte strepen krijgt. Hij was dus echt helemaal zwart. Ik heb er nog een foto van, die zal ik zo even laten zien. Die heb ik dus... Ik heb dus heel simpel. Ik heb de bakken dus ingedaan met afwasmiddel.
Toen heb ik ze met een afwasborstel ingezeept. Toen heb ik ze onder de douche afgespoeld. Even kijken waar de telefoon is. Dan kan ik even die foto laten zien. Ik had een foto ervan. Toen zag hij er heel mooi uit. Maar ja, nu zijn ze er alweer op geweest. En dan zie je toch wel weer dat hij... Nou kijk, dit was het. Dus het was op zich best mooi. Maar goed, kan ik altijd nog een keer doen. Maar dat was wel lekker. Nou, alles lekker verschoond, stof gezogen. Lekker gedweld. De douche weer lekker klaar. De was opgevouwen voor zover dat kon. Dat is ook weer fijn. Dan kan die van de week ook weer de droger in. De droger zeg ik. Nee, hij kan dan van de week de kast in. Ja, dus dat was allemaal wel heel prettig. Dus ja, ik ben wat dat betreft lekker druk geweest. Maar het was wel heel fijn. Dus ik ben wel weer voldaan dat alles nu lekker klaar is. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer Chateau Meiland. Daar ga ik uiteraard naar kijken. Ik denk nog even de politie-eenheid terugkijken. En vast nog wel even gamen. Dan ga ik de boekenvideo nog eventjes in elkaar zetten. Die moet morgen online. En dan ga ik daarna eventjes... wat ga ik daarna doen? Ja, mijn Netflix-serie verder kijken. En daarna weer even Videoland en mijn boek uitlezen. En ook weer met een nieuwe beginnen. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Ik heb zelfs mijn vaat al in appelswater staan, dus dat is ook al lekker aan het weken. Dus daar hoef ik dan, heb ik in ieder geval vanavond iets minder vaat zeg maar om te doen. Ik moet natuurlijk dan nog wel afwassen na het eten, maar dan is dit in ieder geval al schoon, dus dat is ook fijn. Maar goed, ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 18 april. Ik ben klaargemaakt. Klinkt weer een beetje verkouden, maar dat blijft een beetje aanhouden, dus daar doe ik het ook maar mee. Ik heb gisteravond weer naar de Meilandjes gekeken, was wel weer heel erg leuk. Alleen ik merk wel dat ik me de laatste weken wat meer irriteer aan Maxime. Ze levert overal commentaar op, ze zit continu Martien in de zeik te nemen. Ze zijn bijvoorbeeld nu ook wat cursussen aan het doen op het gebied van klussen, omdat ze dus heel veel zelf wilden doen in dat pension. Toen gingen ze tegeltjes plaatsen. En nou ja, bij Martien ging dat niet fantastisch. En ja, oh, ik moet eventjes een foto maken van papa zijn kunstwerk, hoe het dus niet moet. En continu commentaar te leveren en hem heel erg aan het uitlachen. En nou, vind ik gewoon niet zo heel leuk. Vorige week was ze ook heel erg vervelend. Toen ging ze, stond zij beneden in dat pension, ging ze op die bel drukken. En dan, ja, papa, je moet naar de deur. En Martien die kwam dus van boven naar beneden. En er stond natuurlijk niemand, omdat ze zelf op die bel aan het drukken was. Dus ja, dat soort dingetjes. Ik vind het een beetje irritant. En dan denk ik, ja, je bent 27, doe gewoon even normaal soms. Maar goed, verder heb ik er wel weer van genoten. En heb ik ook alweer om moeten lachen. Ik heb daarna nog even gecamd en heb ik politie 1 naar terug zitten kijken. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten en heb ik mijn blogpost geschreven. Daarna heb ik gekeken naar mijn Netflix-serie vanavond, dus de allerlaatste aflevering. Ik ben wel heel benieuwd hoe het nu afloopt, omdat je eigenlijk al vanaf aflevering 1 met een soort geheim wordt achtergelaten waar je nog altijd geen antwoord op hebt. En daarna nog even Videoland. En toen heb ik mijn boek uitgelezen en ben ik ook met een nieuwe gestart. Dus dat was allemaal prima. Ik heb een pakketje binnen, die ga ik zo even aan jullie laten zien. Ik ga even stofzuigen. De bank moet even goed afgestofzuigd worden, want die ligt het een en het ander op. Dan ga ik een video opnemen en daarna ga ik nog even diamond painten. Maar ik heb dus voor jullie van de week eventjes de kleurkaart ingetekend en de namen erbij gezet voor de stempels van de Action. Ik moet hem nog wel afmaken, want dan moeten dus echt nog de stempels zelf, moet ik er nog opplakken met dat moet ik allemaal nog doen. Maar dat ga ik dus hopelijk van de week nog eventjes doen. En ik wil eigenlijk even gorgelen met zout en een beetje, warm water. Want ik heb al weken het gevoel dat er een haar in mijn keel zit, dat niet loskomt. En ja, het kan ook een wondje of iets zijn, maar dat voelt heel vervelend aan. Ik ga even het statief pakken en dan ga ik eerst even het pakketje met jullie uitpakken. Een roze envelopje. Ik heb namelijk een nieuwe ring gekocht. Vroeger droeg ik best wel veel ringen, waaronder ook een duimring. Toen ik eigenlijk in een relatie zat en we op een gegeven moment vriendschapsringen hadden, toen heb ik eigenlijk alle ringen afgedaan om alleen die te dragen. Nou ja, toen ik dus weer alleen kwam te staan, heb ik dit ringetje toen gekocht.
die inmiddels ook wat groter zit dan toen ik hem kocht. Maar de laatste tijd kriebelde het wel weer om eigenlijk een duimring te hebben. En ik heb er dus één gekocht. Ze hadden best wel veel. Ze hadden ook met steentjes en zo. Dat durfde ik niet aan, want ik dacht, ja, ik hou eigenlijk altijd mijn sieraden om. En mij kennende, dan verlies ik weer een keer zo'n steentje. Dat vind ik gewoon super zonde. Ik heb eigenlijk altijd mijn sieraden om. Het enige wat ik met slapen niet in heb, dat zijn mijn oorbellen en mijn ketting. Want ik ben altijd bang dat ik erin verstrikt raak. En mijn armband, die mag niet om. Die doe ik altijd voor het douchen lag, want die mag niet nat worden. Maar goed, het is wel een beetje op hoop van zegen. Want ik heb deze dus in de winkel gekocht, maar ik weet de maat niet. En op je duim is sowieso anders. Ik heb het wel opgemeten hoor, met de ringmeter. Maar ja, het is natuurlijk de vraag of het past. Hier zit hij in. Ik krijg een heel leuk zakje van Zinzi. Er was afgelopen weekend korting, daarom heb ik hem ook gekocht. In een zakje. Oh, hij ziet er echt heel leuk uit. Ik hoop echt dat hij past. Zakje openmaken. Dit is hem dan. Het is een verder glad ringetje met dus dit erbij. Dus ik vind hem zelf heel leuk, maar ik ga hem dus nu even ompassen. Oh meid, hij zit helemaal goed. Kijk, hij zit perfect. Hij zit wel iets te groot, maar ik weet zeker 56 zou niet gepast hebben. Ik kwam eigenlijk op 57 uit. Dat ging niet helemaal lekker, want die hadden ze niet. Dan kwam je op 56 en anders 58. 56 vond ik net klein zat zitten op die ringmeter. Dat gaat voor 58, maar zoals je ziet, hij gaat makkelijk om de duim in en hij zit eigenlijk hartstikke goed. Ik vind hem echt super leuk. Hij staat wel echt heel gezellig. Ik vond het ook wel mooi om weer van Zinzi te hebben. Dus nu heb ik dus twee ringen. Ik vind hem zelf super leuk. Dus ik ben er wel heel blij mee. Dus die had ik gekocht. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik de video opnemen. Oké, ik heb hem nu dus eventjes om. Maar ik merk toch wel dat hij heel makkelijk naar boven schuift. Dus ik ga hem toch wel ruilen voor een maatje kleiner. Want hij zit toch wel wat te groot. In eerste instantie dacht ik het niet te merken, maar... Dit ga je gewoon heel makkelijk verliezen. Kijk, want als ik dit doe, kijk, glijdt hij best wel naar boven. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga toch even kijken dat ik hem kan omruilen voor een maatje 56. Want hij zit dus toch wat te groot. Ik zie ook best wel veel ruimte hier zitten. Ik weet niet of hij dat echt heel lekker vaststelt, maar er zit best wel veel ruimte tussen. En dat is gewoon niet handig. Dus ik ga gewoon even kijken hoe dat zit met ruilen. Ik ga hem in ieder geval even in het zakje doen. Want dit ga ik gewoon verliezen. Dat weet ik gewoon zeker. Dan kan ik beter gewoon een maatje kleiner hebben. Dat ik zeker weet dat hij goed zit. Dus ik ga hem sowieso. Dus hij blijft sowieso wel. Maar het is in ieder geval even ruilen voor een maatje. Ja, een maatje kleiner. Dat hij in ieder geval wat perfecter zit. Want dit gaat gewoon hartstikke mis straks. De katten hebben net hun eten op. Ik ben niet blij met deze middag. Het ging allemaal niet zoals ik wilde. Het opnemen van de video ging niet echt lekker zoals ik wilde. Ik deed wel een first impression en dan zul je net zien. Doe je het voor het eerst, gaat ook echt letterlijk alles mis. Maar ja goed, het hoort er ook wel bij. En ik laat het ook wel gewoon zien. Maar het is dan van mijn gevoel weer niet perfect. En dat is het stukje perfectionisme. Daarnaast baal ik er toch ook wel van dat de ring niet past. Want ik had zo gehoopt dat die heel goed zou zitten. Maar ja, het mocht helaas niet baten.
Ik heb nog wel even met Cincy gebeld hoe dat precies zit. Nou, ik kan hem dus bij een DPD-punt wegbrengen. Ik heb het even opgezocht. Die heb ik gelukkig wel hier. Dus kan ik hem donderdag gewoon wegbrengen. Maar het is gewoon eventjes een domper. Want ik had zo gehoopt dat het allemaal goed zou zitten. Dat je dan toch verkeerd meet. Nou ja, goed. Het kan gebeuren. Het is niet het einde van de wereld. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind het gewoon heel jammer. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ik heb nog wel even diamond painting gedaan. Maar het was eigenlijk ook gewoon niets. Bijna niks. Omdat het al allemaal was uitgelopen. En ik zat er gewoon even lekker niet helemaal lekker met mijn hoofd bij. Dus dat was ook even wat minder. Ik ga straks in ieder geval lekker douchen en eten. Vanavond denk ik dat ik even dag en nacht ga terugkijken. Dat was een nieuwe serie. Die hadden ze op Nederland 1 uitgezonden. Of Nathalie moet nog vragen om te gamen. Maar dan moet ik eventjes kijken. En anders ga ik dat kijken. Ik ga zelf sowieso nog wel even gamen. Misschien nog wat terugkijken. Moet ik eventjes zien. Ga sowieso de vlog verder afmaken, de foto's bewerken en de laatste aflevering van de Netflix-serie kijken. En daarna nog even Videoland en dan lekker verder mijn boek lezen. Dus dat wordt de avond ook wel. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten, want mijn humeur is er nu even niet beter op geworden. Ik heb verder toch niks meer te vertellen. Ik vrees dat die al best wel weer lang is. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!